na wat lezen en wat nadenken, dacht ik, met welke werkhypothese, met welke werkdefinitie ga ik beginnen? En ik ben begonnen met deze definitie. Het eerste is dat het moet gaan over een engagement. Moed is een bewust engagement. Het is geen impuls, het is geen reflex. Het is blijvend, niet eenmalig, niet incidenteel. En de focus ligt altijd op het challenge van de status quo. En waarom? Omdat er iets op spel staat wat veel ruimer is dan het eigenbelang. En bij wie ga ik het vragen? Dan heb ik gezegd, weet je wat, ik ga het vragen bij mensen die in hun domein significante bijdrage geleverd hebben. Die een verschil gemaakt hebben. Sommigen zijn managers. Anderen komen uit de welzijnssector. De sport, kunst en cultuur en wetenschappers.